VNO-NCW Noord en MKB Nederland Noord zijn diep teleurgesteld over het besluit van de provincies Friesland en Groningen om de spoorlijn Groningen-Drachten-Heerenveen af te blazen. De teleurstelling is vooral groot omdat de werkgeversorganisaties een beslissende rol hebben gespeeld bij het beschikbaar komen van compensatiegelden voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Het budget dat de werkgeversorganisaties bij elkaar hebben gebracht lijkt in eerste instantie kleiner dan nodig is voor de aanleg van het spoor. Maar de bedrijven willen volgens directeur Lambert Zwiers van VNO-NCW Noord dit geld zelf beschikbaar maken. We hebben de unieke kans om 600 miljoen euro, dat is natuurlijk een ongelooflijk groot bedrag, voor een investering beschikbaar te krijgen die zelfs over 100 jaar nog van belang is. Dus dit is een zaak die maar één keer in de zoveel tientallen jaren voorkomt. Nou, als je daar een streep door zet, dan krijg je daar natuurlijk altijd spijt van als achteraf blijkt dat je de kansen nu niet hebt gepakt. Volgens Zwiers levert de spoorlijn een groot voordeel op voor zowel het bedrijfsleven als voor gewone reizigers. Daarom noemt Zwiers het besluit van de provincies een historische vergissing en volstrekt onverantwoord. MKB Nederland en VNO-NCW stappen dan ook naar de Provinciale Staten om het besluit van het College van Gedeputeerde Staten aan te vechten. Nou ja, dat wij dus minder goed kunnen profiteren van economische ontwikkeling in de ons omliggende gebieden. En dat zijn de Hamburgregio, maar ook het verder gelegen Baltische gebied. We hebben het te maken met de Randstad. Dat zijn juist kerngebieden waar wij het ook van moeten hebben. Nou, we moeten met deze spoorverbinding als eerste stap daar dichtbij zien te komen. Het belang van Groningen bij de lijn lijkt minder groot dan dat van Friesland. Toch zien de organisaties dat de provincies er gezamenlijk niet uitgekomen zijn. Zwiers wil het afblazen van de spoorlijn geen boycott noemen. Ik heb niet de indruk dat ze het boycotten, maar van de andere kant moet ik ook vaststellen dat bij dit soort grote projecten het ook altijd gaat om de politieke wil. Geloof je ergens in of niet? En die politieke wil die ontbreekt naar mijn smaak. En men heeft in feite al het oog laten vallen op wat andere interessante projecten die men ook belangrijk vindt. Ja, zoals de tram bijvoorbeeld. Zoals de tram. Alternatieven zijn er volgens het VNO-NCW nog niet gegeven. En dus wacht de organisatie met eigen voorstellen tot de provinciebesturen met alternatieven komen. Wij vinden dat je niet 2-3 sporen tegelijk moet bewandelen, omdat we hier echt in geloven. Mocht het zo zijn dat men toch blijft vasthouden aan dit onzalige besluit, aan dit onzalige voornemen, ja, dan zul je het onder ogen moeten zien. En dan eisen wij wel dat men ook met ons in overleg treedt om inderdaad over die alternatieven te praten.